krijg heel veel vragen over hoe je nou een buikasdeken moet behandelen of wassen. Of moet je veel wassen of weinig wassen? Wat is eigenlijk het beste en waar doe je dat dan mee? Ja, het advies is om toch regelmatig te wassen, want langdurig inwerken van mest tast de waterdichtheid aan. Dat is niet alleen bij buikas. De meeste waterdichte dekens die hebben een assortiment van een soort siliconenachtig materiaal. Ja. En die wordt gewoon poreus op het moment dat er langdurig inwerking van mest is. Ja. Plus, als je verkeerde wasmiddelen gebruikt, ook wasmiddelen die ontvet, dan wordt die coatingslaag wordt ook slecht en dan gaat die ook van lekken. Okay. We hebben speciaal buikas wasmiddel. Is heel geconcentreerd spul. Kun je ook voor andere dekens gebruiken. Maar dan weten we één ding zeker. Dat alle eigenschappen die wij in de deken stoppen. Dat die ook in die deken blijven. Ja. En daarna zou je hem eventueel kunnen behandelen met de rugconditioner. En die rugconditioner die doet weer die teflonlaag. Die we aan de buitenkant van de stof aanbrengen. Dat is niet de waterdichtheid. Want die zit eronder. Ja. Maar als je die wil weer herstellen. Dan spuit je de rugconditioner op. En dan is die ook weer goed vuilafstotend. En dan is hij aan de buitenkant van de stof is hij ook waterafstotend. Maar nogmaals, die waterdichtheid zit aan de onderkant van de stof, in de deken verwerkt. Okay. Dus vaak wassen is beter als eigenlijk niet wassen of heel weinig wassen. In ieder geval het einde van het seizoen en tussentijd is het ook aan te raden om dat te doen. Ja, en wij hebben ook een dekenwasservice. Dus dan kunnen we ook een flesje van die rugwas mee geven, zodat ze het ook, dus jullie wasserij die gebruikt dan ook de buikas wasmiddel in het wasproces. Nou, helemaal top. Dus dat kan. Dankjewel.